Euforie gisteravond bij AA Gent, want na 26 jaar heeft de club eindelijk nog eens een trofee te pakken. Gent won de beker na een 0-3 overwinning tegen Cercle Brugge. Een echt goede wedstrijd was het niet. Na een half uur kwam Gent verdiend 0-1 voor en in de slotminuten scoorde het nog twee keer. Voor Gent is het de derde beker uit de clubgeschiedenis. De laatste bekerzege van Gent dateert van 1984, de laatste van Cercle van een jaar later. Toen was huidig bondscoach Jorge Lekes trainer bij Cercle. Nu is hij een van de 40.000 supporters in een kolkend Koning Boudewijnstadion. Zij zien Gent voor het eerste gevaar zorgen. El Ghanassi dribbelt goed, maar zijn schot kan Verbist niet bedreigen. Cercle reageert via Vossen, maar Thijs is alert en blokt af. Uitgespeelde kansen zijn schaars. We spelen al een half uur als de bal voor de voeten van Koulibaly valt. Even aanleggen en schieten. 0-1 voor AA Gent. Veel ruimte is er niet, maar Koulibaly vindt toch een gaatje. Gent met een verdiende voorsprong de rust in. Ook in de tweede helft is Gent sterker. Een kwartier voor tijd krijgt Leijen de kans om de wedstrijd te beslissen, maar hij strandt op Verbist. Even lijkt Cercle nog een vuist te kunnen maken. De ingevallen Reinaldo gaat neer in een duel met Soulair, maar de afscheidnemende scheidsrechter Allaerts fluit niet. Even later gaat Thompson vol door op de enkels van Reinaldo. Allaerts geeft geel, Gent komt goed weg. Meteen de laatste stuiptrekking van Cercle, want 5 minuten voor tijd maakt Gent het wel af. Ronde, hè? De voorzet. En ja, het is raak. De buiten is binnen. Een Bayer Leijer. Perdom, Manu Ferreira, ze gaan allemaal uit de bol. In de slotminuut zet Grondin de kers helemaal op de taart. Gent wint makkelijk met 0-3 en pakt zo zijn eerste Belgische beker in 26 jaar. Gent beleeft een topseizoen, tweede plaats in de competitie en daar komt de beker bovenop. Architect van dat succes is trainer Michel Perdom. 2 seizoenen geleden veroverde hij de titel met Standaard en nu pakt hij een prijs met Gent. De collectieve beloning is het mooiste altijd. En wat wij deze week hebben bereikt, tweede en de beker, dat is schitterend. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn. En, misschien de eerste helft nog een paar schoten naar doel, maar ik denk de tweede helft was er tegen dit Gent weinig te beginnen. Eindigen niet voor niks tweede in die competitie. Heel sterke ploeg, proficiat aan de jongens. Als je ziet dat onze ploeg de eerste is begonnen met het seizoen en die eindigt nog op een heel hoog niveau wat betreft fysiek zeker, dat we nog het groot verschil, eindverschil maken op het einde van de wedstrijd, dat wil toch iets zeggen. Als je dit ziet, dat is gewoon fantastisch en vorige week ook. Dus, als je dit kan geven aan de supporters, dat is gewoon fantastisch. Ik moet nu een paar dagen rusten en met het bestuur praten en dan zullen we in alle rust de beslissing nemen. Kent u dit lied? Nog niet helemaal, nee, maar ik hoor het dikwijls. Het is een echte Gentse lied, dat moet u nog leren vinden. Ja. Het blijft nog maar een jaar. Ja, voilà. En het zijn ook hoogdagen voor de supporters van AA Gent. Met 22.000 zaten ze gisteren in het Koning Boudewijnstadion voor de finale. En wie niet in Brussel geraakte, kon de wedstrijd in Hartje Gent op een groot scherm volgen. Jin de Saffer was erbij. Het grootste plein van Gent is volledig ingenomen door 7.000 Buffalo-supporters. Jong en oud, niemand wil die eerste prijs in 26 jaar missen. Van 2-3 uur ongeveer. Zijn we al verzekerd zijn dat we hier vast plaatsen? Het maakt dat een Buffalo wint, want wij winnen! Wij hebben vandaag de beker! Wanneer Koulibaly in de 35e minuut het eerste doelpunt maakt voor Gent, gaat het Sint-Pietersplein voor de eerste keer uit zijn dak. En dan is het bang wachten, want tot 5 minuten voor het einde blijft er die kleine voorsprong en is alles nog mogelijk. Het bevrijdende doelpunt komt er door een Bayer Leijen die de 0-2 scoort en dat zorgt voor een explosie van vreugde bij de supporters. Het wordt uiteindelijk nog 0-3, het feest kan beginnen, de derde beker uit de clubgeschiedenis is binnen.
Ja, dat is de max gewoon. Mega feest vanavond. Dat is echt een topmoment voor Buffalo's. Om 1 uur komen de spelers aan uit Brussel met de beker. Dit is de kerst op de taart voor Gent. Ja, ik denk, als je het ziet, het seizoen. Tweede plek en dan de beker winnen. Ik denk, kan niet mooier. Als je kan zo eindigen, dat is ongelooflijk. Hoe groot is de ontlading nu? Maar heel groot. Ik denk dat dit het mooiste moment in mijn carrière is. Om mee te doen in de finale, die binnen te halen en tweede zijn in de competitie is ongelooflijk.